Ja, toen bellen kom die dag en ik van, ik ben daar de eerste woord dat ik voor hem gezegd was, hoe lijkt het met de nierenbol? Ja. Dat is de eerste woord dat ik voor hem gezegd. Toen je nou uitvind dat hij gaan zijn nier veel skink, wat is er ook opgegaan? Ik heb hem eerst niet geloofd. Nie. Ja, ik heb niet geloofd. Want ik heb voor Tjaart het ek 3 skinkers gehad, wat mijn heel eerste skinker... alles het succesvol uitgewerkt en 2 weken voor die oorplanting, toe chicken sy hy. Omdat hij moest nou ook die Here in sy lewe het, gaan dit altijd beter. Want somtijds dan moet jy net uit die tippe kom, en irrespective of jy nou religiously daar is of nie, jy vang hy dip. En die Here, ek het soms gewonder, soos hoekom kan iemand nie net genees, soos het jy wil nie. Maar... Hy wil my genees deur 'n vriend te gebruik, deur mense te wys sy liefde wat ons vir mekaar moet hê. Ja, en deur dit gaan ander mense sy liefde amen, sien. Amen. Dit was 'n baie besonderse oorplanting, want dit is ongewoon dat ons 2 jong vriende kry wat mekaar so geweldig ondersteun dat daar 'n nier geskenk word aan 1 vriend van die ander. Met hierdie wonderlike vriendskap het daar 'n perfekte skenker na vore gekom. So sy beste vriend het ook die beste nier gehad wat hy moontlik kon vervra. Ons hoop maar dit moedig mense aan, meer mense aan om organe te skenk.